Yo, kijkers Ties Games, welkom bij een nieuwe serie op Ties Games en vandaag gaan wij beginnen met Survival Island. Ik heb er super veel zin in, ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. Ik heb het al één keertje proberen op te nemen, maar ik had mijn microfoon per ongeluk niet aangezet. Fucking noobish. En ik had al 2 afleveringen opgenomen. Maar goed mensen, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Deze keer heb ik gewoon wel mijn microfoon aan, anders zou het gewoon echt noobish zijn. Maar goed, wij gaan deze boom lekker hakken zoals altijd. Gewoon het eerste wat je doet in Minecraft, een boom hakken. En ja, ik heb er zoveel zin in mensen. Ik wou het toch al een tijdje doen. De laatste keer dat ik dit deed was met Giovanni. En dat is toch alweer 1,5 maand, 2 maanden geleden. Even krabben. Oh, ik had jeuk. Maar dat kan. Maar goed, nou gaan we gewoon in singleplayer verder. En jullie kunnen nou challenges achterlaten met wat ik moet bouwen. Ik ga natuurlijk nu al eerst 2 episodes opnemen of zo. Want natuurlijk gewoon eerst een klein huisje bouwen. En dat gaan we in die eerste 2 episodes doen. Ik weet nou wel dat er een ravijn hier onder ons zit. Dus dat is toch wel handig aan een keertje al opgenomen te hebben. Maar goed, wij gaan nou gewoon eventjes wat saplings verzamelen. Ik krijg er al ook 5. Oké, we hebben nou heel veel saplings en ik moet even een boer laten. Oké, zo. Wauw, even kijken. Zo, hopelijk krijgen we nog 1 sapling. En dan, nou eigenlijk, dadelijk hebben we weer zo'n overload aan saplings. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Dus ik ga ze gewoon hier zo planten en dan hebben we straks weer heel veel wood. En dat is natuurlijk altijd handig. En wat ik nou ga doen is hier seeds verzamelen. Zodat we natuurlijk gewoon een farmpje kunnen maken dadelijk. Want ja, dat moet gewoon. Anders hebben we geen eten en hier zijn geen beesten. Maar ik zie daar wel sugarcane trouwens. Die had ik de vorige keer nog niet gezien. Dus dat is wel handig. Dus dan kunnen we die ook gelijk meenemen. Even kijken. En dan kunnen we daar onze... daar maken we onze farm dan. Even kijken. We hebben nou 2 seeds. Dat is redelijk weinig. Oké, 3, 4. Even kijken of we nog wat meer seeds kunnen krijgen. Ja, 5. Oké, mooi. Even kijken of we nog een 6 en een 7 kunnen krijgen. Nee. Oké, tuurlijk kunnen we nog krijgen, want hier zit nog heel veel van die shit. Oké, even kijken. Hoeveel hebben we er? We hebben er nou 6, 5, 5, 5, 5, nog steeds 5. Oké. Oh, ik zie daar. Oh shit, ik zie daar nog heel veel. We hebben er nu 8. Oké, dan pak ik die sapling ook even op. En dan pak ik dit ook even op, zo. En dan pak ik die sapling even op. Oké, mooi. Dan gaan we nou eventjes het hout omzetten in shit. Dus dan pak ik eventjes een crafting table, zo, en dan maak ik even gelijk wat sticks. Zo, waar maak ik 8 sticks? Het zal wel heel overbodig zijn, maar dat maakt niet uit. Even kijken, dan maken we even gauw een pickaxe, denk ik. En dan maken we even gauw een pickaxe en dan doen we ook even gelijk een hoe erachteraan. Zo, even kijken, hop hop. Oké, mooi. Even kijken, ik wil niet F1-tisch, holy shit. Oké, maar mensen, ik heb er super veel zin in. Het is gewoon niet normaal eigenlijk. Ik zag het laatst weer op EGK en toen dacht ik, ja, dat wil ik ook doen. En het is gewoon, ik heb het nog nooit echt lang gedaan, Survival Island. En ik moet hier nog een deurtje erbij plaatsen. Zo, een deurt. Niet een deur, een deurt. Oké. Zo. Kijk mensen, dit tot dan onze farm. En dan gaan we nou denk ik gewoon minen. Dat hoort er gewoon bij Survival Island. Je moet gewoon nou resources gaan minen. Het zit er gewoon niet op. Of het zit er, ja, het moet gewoon. En ondertussen denk ik, nee, ik ga nog geen shovel maken. Dat is een beetje verspilling van mijn hout. We moeten heel zuinig zijn met het eerste hout. Want die bomen die groeien natuurlijk niet alsof ze groeispurt hebben. Oh, en we vinden gelijk comments, holy shit. Oké, de vorige episode, toen ik dit had opgenomen. En ik ga niet steeds terug herhalen naar de vorige episode, sorry daarvoor. Maar toen vond ik dus echt geen kool, totdat we dat ravijn hadden. Maar dit is wel echt heel handig. Dus dan kunnen we gelijk ook toortjes maken, denk ik. Als we daar onze sticks aan willen verspillen. Ik weet het nog niet. We zullen wel zien. Even kijken hoeveel kool is dit. Ik neem het gewoon even allemaal mee. Want we hebben het allemaal gewoon nodig. Wat ik nou eerst even ga doen is gewoon even stone pickaxe maken. Want ik ben deze pickaxe nu al zat. Zo, even dit pakken. En dan hebben we stone pickaxe. Kijk eens aan. Oh, ja, kijk eens aan. Zo, en dan gaan we dat nou even helemaal goed hakken. Want nou gaat het ook een stuk sneller als het goed is. Nou valt ook nog wel iets tegen. Maar goed, even dit ook gewoon hakken. En als nou mijn mic niet aanstaat, hè, dan ga ik hem helemaal rage gewoon. Dan ga ik hem helemaal rage. Maar ik... Even kijken, zit hij erin? Ja, hij zit erin. Oké, mooi. Ja, ik heb een USB mic en ja, dat is gewoon even aan mijn neus krabben. Zo. En dan gaan we gewoon weer door. Even kijken, op welke ei zitten we eigenlijk? We zitten nou op ei 60, dus we moeten nog een heel eind, denk ik, om dat ravijn te vinden. Ik weet niet hoe diep dat was. Ik weet wel dat het een heel groot ravijn was. Zeg maar gewoon echt zo'n groter dan gemiddeld. Maar goed, we zullen het allemaal zien wat we tegenkomen nu. Misschien graven we er wel net langs, misschien net niet. We zullen het wel allemaal zien. Even kijken. Ik speel ook een normal, by the way. Zodat er wel wat monsters spawnen. Zodat, ja, dan kunnen we ook bones en zo krijgen. Voor bone meal. Even kijken. Was ik daar even lucky, man. Ja, dit bedoel ik dus. Holy shit. Moet je kijken, 2 ravijnen gewoon.
En dan gaat het hieronder ook nog door. Oké, we komen dus vandaar. Dus dan moet ik hier eigenlijk een trappetje maken zo. Want anders komen we natuurlijk nooit meer naar boven. Dat zou helemaal slecht zijn. Zo. En dan gaan we hier gewoon zo'n trap maken naar beneden. En daar heb ik best wel veel zin in. Zo, dan gaan we even hiervan wat toortjes maken. Zo, nou... Oh, shit. Wat doe ik nou? Zo, en dan hebben we wat toortjes. En dan plaats ik er eentje hier. Daar. En dan kunnen we altijd wel zien als we omhoog kijken. Oh, daar is licht. Daar zal de trap al zijn. Even kijken. Oké, dit heeft vrij weinig zin. Ik denk dat we maar gewoon zo moeten gaan doen. Even kijken. Ja, zo gaan we dat gewoon doen. En dan ga ik een soort van wenteltrapje maken ofzo. Ik weet nog niet wat we hiermee gaan doen. Oh kijk, hier is ook al iets. Een cave gebeuren. Oké, wat als we nou dit even eerst doen? Even kijken. Oh kijk, hier zit iron. Oh, hier zit nog meer iron. Oké, hier. Ik denk dat hier dit het zand is van het strand alweer. Want we zitten niet zo heel diep. Even kijken, hoe diep zitten we? We zitten op I53. Nee, we zitten echt helemaal niet diep. Even kijken of hier nog wat is ofzo. Nee, diamonds zullen we hier toch niet vinden. Maar ik ga even naar de achterkant van deze cave. In ieder geval, dat denk ik dat ik dat ga doen. Oh yeah. Ik speel op normal, toch? Ja, ik speel op normal. Oké. Dit was heel dom. Oké, dan weet ik dat ook weer dat hier een spawner zit. Dat is handig voor later, maar nu nog gewoon eventjes niet. Ik ben nou even niet toe aan een spawner. Maar het is wel heel erg handig en daar ben ik heel blij mee. Dat we dat eventjes gevonden hebben. Maar goed, laten we maar eventjes die iron gaan minen. Iron hebben we natuurlijk altijd nodig, dus daar heb je nooit genoeg van iron. Zo, kijk eens mensen, gewoon gelijk weer iron. Het gaat goed, het gaat heel goed. En ja, waar zal ik eens over praten? Ik weet het eigenlijk niet. Ik moet vandaag wel naar de stad, dus ik kan niet gaan livestreamen. Ik moet dadelijk gewoon gelijk renderen en dan moet ik naar de stad voor school en dat is echt kut. Want dan moet ik mensen gaan interviewen. En tja, dat is gewoon best wel kut. Maar goed, ik denk dat ik misschien daarna... Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik dan nog eventjes wat Skyblock met Giovanni ga opnemen. En dan misschien nog even Survival opnemen. En dan denk ik dat de dag er wel weer op zit. En dan wordt het inderdaad een drukke opneemdag. Op zondag heb ik altijd die opneemmood. Dat is gewoon zo. Sowieso in het weekend wil ik altijd opnemen. Dat is gewoon een Teach Games gewoonte. Gewoon opnemen in het weekend. Klaar is Kees. Maar goed, dan mine ik even deze bovenste laag van koren. Dat onderste kan lekker de pot op. Want het is, zit met veel te veel. Goed. Dan gaan we gewoon door. Even kijken. Ja, ik zie daar... Wow, dat is echt huge, man. Holy shit. Oh, dit is echt fucking huge. Oké, we wouden zo onze trap. Maar als ik dit nou eventjes afdicht... We weten gewoon dat hier nou een spawner zit. Dat weten we gewoon. Even kijken. Dan gaan we hier gewoon weer verder omlaag. Zullen we zo gaan? Ja, dat lukt wel toch? Zit hier nou één... Oké, nee, dat gaat wel lukken. Ja, kijk mensen, zo kunnen we nog eens een trapje creëren. Ik zie al wel iron, dus die neem ik gelijk even mee. Hoppakee. Even kijken, hoeveel iron is dit? Nee! Godsamme, waarom valt die ook altijd, hè? Altijd dat geval van hun. Even kijken. Dan gaan we gewoon verder. En ik denk dat ik zo eventjes naar boven moet voor een nieuwe pickaxe. Want deze pickaxe gaat binnen nu en... 6 slagen kapot waarschijnlijk. Toch? Gaat dat zo? Ja, dat gaat waarschijnlijk binnen 5 slagen of zo. Oké, dat is dan maar zo, denk ik. Even kijken, dan plaatsen we daar. Weet je wat, we doen het gewoon eventjes zo. Dan proberen we zo op deze manier gewoon zo laag mogelijk te komen. Oh, hallo. Tja, jij bent niet zo handig, hè? Ik ga je met een hoos slaan. Ah, ja. Dit lukt wel. Oké, dat was dom. Dat was heel dom. Even snel een crafting bench maken. Oh, nee, wat? Oh, shit. Ik doe het helemaal verkeerd, heb ik het idee. Dan plaatsen we hier even gauw een crafting bench, zodat we gelijk een nieuwe pickaxe kunnen maken. En hopelijk groeien die bomen wel even snel, want anders zijn we echt pineut. Kijk, daar is al een boom gegroeid. Er zijn al 2 bomen gegroeid, zag ik. Oh, pak hem op. Ja, oké. Hebben we... Ja, oké, ik maak ook gelijk even een zwaard. Dat is wel zo slim, volgens mij. Zo. Kijk of ik aan jou toekom. Kan ik bij jou... Kan ik jou raken? Nee, dat kan niet. Oké. Dan gaan we zo. En dan gaan we hop. Oké, die komen natuurlijk allemaal uit die zombiespannen. Want gisteren was er een hele apocalypse. Dus ze zijn nou naar beneden springen. En ik denk niet dat ze dat doen. Nee, oké. Oh, gold. Oké, daar hebben we nog niks aan. Want daar kan ik niet eens minen. Dus ja, daar heb ik gewoon niks aan. Oh, damn it. Ik heb het gevoel dat wij nou doodgaan zo. Ik heb het gevoel dat wij nou zo in een paar minuten doodgaan. En we hebben niks van eten. We hebben gewoon helemaal niks. Nee, hier heb je iron voor nodig. Oh, shit. Oh, damn it.
Ik ga toch gewoon door. Ik bedoel, ik weet waar mijn spul ligt. Oh nee, skeleton. Nee. Nee, nee, nee. Ja, oké. Okay, jou kan ik nog wel handelen. Oké, okay, vet. Skeleton. Nee, ga weg. Oh nee, creeper. Creeper, 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 creeper. Oh nee, ja, ik ga dood. Ja, ik ga dood. 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 Mensen, ja, dan zijn we voor de eerste keer dood gegaan. Dat is best kut en dat valt best wel hard. Maar goed, dan denk ik dat ik hierna gewoon de episode ga afsluiten als ik mijn spul terug heb en dan weer gauw naar boven ga. Even kijken, waar lag mijn spul? Het lag daar, in, daar ja, daar ligt het denk ik, ergens. Het moet daar liggen, in die hoek. Maar nou, holy shit! Oké, dit wordt nog eens wat mensen, dit wordt nog eens wat. Holy shit, holy shit, holy shit. Dit gaat heel slecht. Dit gaat echt heel slecht. Gaan we dit overleven? Ik zet hem heel eventjes op easy. Anders gaan we ons spul niet terugkrijgen. En ik heb even geen zin in dat we nou de hele tijd zo moeten gaan rotzooien. En daar heb ik echt even geen zin in. Mensen, het spijt me heel erg. Maar goed. Even kijken, dan gaan we zo springen. Lukt dat? Ja, dat lukt wel. Ik heb er vertrouwen in dat het lukt. Ja, oké. Okay. Jou kan ik nog wel hebben. Jou kan ik nog wel hebben. Ja. Ja, 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 ja. Ja, mijn zwaard. Waar is mijn zwaard? Nee, mijn zwaard is weg. Oké. Okay. Oh nee, zwaard. Laat me niet in de steek. Zwaard, 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 zwaard. Ja, ga maar dood, ga maar dood. Ja, oké, okay, mooi. Nou dit. En dan gaan we daar gewoon weer omhoog. Want ik moet nou weg hier. Ik moet nou gewoon weg hier. Dus hier niet veilig. Weet je wat? Ik hak dit nog heel eventjes, want ik ben verslaafd aan iron. Oh shit, dit gaat best wel goed. Oké, okay, en dan zet ik hem zo weer op normal met. Het spijt me dat ik gelijk moet incheaten, maar het kan gewoon niet anders. Even kijken. Mis ik hier nog wat belangrijks? Oké, okay, ik zie daar nog wel wat iron. Die ik eventjes snel wil gaan hakken. En dan gaan we daarna gewoon weg. Want ik vertrouw dit hier voor geen meter gewoon. Holy shit. Oké, okay, dan pakken we eventjes deze iron nog. En dan gaan we hier gewoon weg. Holy damn. Even kijken. Zo, ja, ik zag de iron mensen. Ik weet het. Maar we gaan gewoon omhoog. Ik heb even geen zin in dat gerotzooi van hun. Zo, zo, zo. Even kijken. Kunnen we hier gewoon omhoog zonder dat we geraakt worden door zo'n beest? Ja, dat was echt net op het nippertje mensen. Holy shit. Oké, okay, waar moeten we naartoe eigenlijk? Oh, hier is onze trap. Oké, okay, vet. Ah, mensen, dat was maar weer even wat. Even kijken. Oh, nee. 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 Holy shit. Die was best wel goed. Oké, okay, laten we maar gewoon gelijk naar boven gaan. Ik vertrouw het hier gewoon voor geen ene meter. We gaan gewoon omhoog. Oh, kijk die maan daar. Holy shit. Ik dacht, wat de fuck is daar nou aan de hand? Maar goed, dan vind ik het wel weer goed geweest voor vandaag. Dan zet ik hem op normal. Mensen, bedankt jullie voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende keer bij een nieuwe video. En ja, geef eventjes een like als je het leuk vond. En later mensen.